Dames en heren, mooi om te zien dat u toch in zo'n grote getale bent gekomen voor deze belangrijke vergadering. Ik open de vergadering met het bericht dat er twee leden van uw raad hebben afgericht. Mevrouw Streur heeft afgericht en de heer Bonkers. Voor het overige zijn we compleet, dus we kunnen ook gewoon de dingen doen die we hebben te doen, conform ons vergaderreglement. Bij deze is de opening geschied en de mededelingen. Wenst iemand het woord over de agenda van vanavond? Dat is niet het geval. Die is al dus vastgesteld. Dan de besluitenlijst van de vergadering van 29 januari jongstleden. Wenst iemand daarover het woord te voeren? Dat is niet het geval. Al dus vastgesteld. Dan heeft u een lijstje met afdoeningsvoorstellen gekregen over de ingekomen stukken. Wenst iemand daarover het woord? In ieder geval, dan kunt u instemmen met de voorgestelde wijze van afdoening. Al dus besloten. Dan zijn we bij agendapunt 6, de hamerstukken. Een tweetal, een voorstel van het seniorenconvent in zaken de verordening op de rekenkamercommissie van onze gemeente Coevorden. En een voorstel van het college in zaken de ontwerpstatutenwijziging onderwijsstichting Arcade. U heeft in de commissie daarover eigenlijk nauwelijks gesproken, maar in ieder geval voldoende om vast te stellen dat het met een hamerstuk kon worden afgedaan als hamerslag. Dan is dat bij deze ook conform besloten. Er zijn geen stukken met een korte stemverklaring gevraagd. Er zijn ook geen bespreekpunten. Dus we zijn nu toe aan de sluiting van deze raadsvergadering. De vergadering is gesloten. Ik geloof niet dat we dit nog met elkaar kunnen gaan verbeteren, dames en heren. We kunnen een poging doen, maar ik zou het niet al te veel willen aanraden. Want dan moeten we nog eens naar onze vergaderorde kijken. Goed, desalniettemin. Dank voor uw aanwezigheid en nog een mooie avond toegewenst. De vergadering is gesloten.